Zo, Joyce heeft zijn wenkbrauwen laten tatoeëren. Ja. It's a sunny day. Goedemorgen, het is maandagochtend. Holy moly! Kijk, het mag toch wel weer een werkdag zijn, maar hier word je vast blij van vanmiddag, of niet? Wow. Oh. Lekker? Het ruikt echt heel erg lekker. Het ziet er echt heel erg lekker uit, je. Zo, ik ben even wat dingen aan het regelen voor Joyce. Want die is woensdagjarig en nu heb ik een hele leuke massage voor haar geregeld. En daarnaast heb ik ook nog een Inge Brows Treatment. Zo, het is 7:30 en Joyce moet uitlaten. En Joyce haalt het zo even ergens op. Hé, hey, Snabier! Jawel! Het is gezellig. Het is gezellig, Hattie. Ja, nee, nou wil ik naar huis. Food! Scarlett heeft lekker gekookt. Scarlett is echt een kookkoningin geworden, echt serieus. Wat ze maakt. Hey Poes, goedemorgen. Wat zit je daar op het bankje? Toch naar binnen. Toch naar binnen. Dat is gisteren saaie dag. Vandaag is misschien ook weer een saaie dag. Nou ja, we moeten gewoon al bij werken. Dus dat is misschien een beetje saai. Zo, ik heb even gestofzuigd. Ik ga nu snel naar afspraak en daarna ga ik cadeautjes zoeken voor Joyce. Want die is morgen jarig. Zo, ik heb cadeautjes gehaald en ik ga nu snel een boodschap doen. En dan ga ik naar huis en dan ga ik snel werken. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb dingetjes gehaald voor Joyce. Dit vond ik nog bij de Vibra. Dat vond ik zo leuk. En deze pet is een geintje. Je ziet nu heel veel vloggers en zo zie je met zo'n pet van New York Yankees of zo. Ik heb er echt geen reet verstand van, mensen. En er zit dan ook zo'n sticker op waar ik ook helemaal niks van snap. Maar deze hadden ze dus bij de Zeeman. En ik snap dat het iets heel anders is. Maar Joyce is zo trendgevoelig. Dus ik dacht dat is gewoon een geintje om dan deze pet voor haar te kopen. En dan ga ik morgen doen dat ik niet snap dat niet de juiste pet is. Ik ben aan het wandelen en nu kom ik deze mol tegen. Maar volgens mij gaat het daar niet helemaal goed mee. Want anders zou die hier nu niet lopen. Maar ja, Joyce is er niet. Dus niemand gaat hem redden. Ik loop buiten met Shores en ik ben een blog aan het bedenken tussendoor. Die eindigt op 30 Reasons Why. Want ja, iedereen heeft het over die serie en wij ook. En toen dacht ik, zou het niet heel waardevol zijn om een blog te schrijven met 30 Reasons Why het leven het wel waard is. Dus dat ben ik aan het bedenken. Ik ben inmiddels thuis. Ik ben inmiddels alweer even thuis. Ja, het is al 8:00 en het is toch... Als je gewoon de hele week werkt of zo, dan heb je toch niet zo... Ja, je denkt, ja, dat zal ik eens melden. En dan ga je vannacht voor me zingen. Oh, is het zo? Nou ja, want dan ben ik jarig. Okay. Goedemorgen, het is woensdagochtend en ik heb de slingers opgehangen. En hier, happy birthday. En ik ben nu ontbijt aan het maken. Zo, ontbijtje gemaakt. En nu snel naar boven. Yo! You are my sunshine. Happy birthday! Oh, wat voor jou? Jeetje! Wauw! Happy birthday, schatje. Dankjewel. New York League! Cool. Moet sticker er nou met die sticker die moet opblijven. Ik weet niet, hè? Dat hoort zo. Ik weet niet hoort, waarom. Hè? Ik snap dat ook niet. Ja. Cool. Ja? Ik heb een pet. Ja. Dus ik weet alleen niet zo goed wat het verschil dan is tussen dat New York Yankees en New York League. Ja, dat weet ik ook niet. Oh. Dat moet je me niet vragen. Is dit dan wel even cool? Ja, weet je dan niet. Of moet het echt met dat logo? Eigenlijk wel. Ja? Ja. Oh. Nou, hij staat je wel cool. Ja. Ja. Cool. Dus je gaat hem wel dragen? Ja hoor. Ook als je hoort dat ik hem gekocht heb bij Zeeman. Ja, dat wist ik wel. Zoeken. Ik heb juist wel eerst gezocht voor zo'n echte onzin pet. Ik dacht, anders moet er wel ergens een logo staan. Ik heb eerst een onzin pet gezocht. Die kon ik niet vinden. Toen dacht ik, dan ga ik wel gewoon een fake, een lachwekkende namaak zoeken. New York League. Nou, werden dat niemand dat dan... Nee, ik denk serieus niet. League. Iedereen denkt dan dat het echt, ja, echt vet shit maar is. Maar het staat je wel heel leuk. Love will always win. Cool, schatje. Leuk. Leuk shirt. Ja? Ja. Wow, ik heb echt shirtenparade. Ik kan echt, kom maar op, Curaçao. Yeah. Show me your birthday outfit. Laat zien, je shirtje. Hij is wel leuk. Hij is leuk, hè? Ja. Ja, ik vind hem ook leuk. Ja.
Happy birthday. Yeah. Wij zijn even koffie halen. Verjaardagskoffie. En dan gaan we lekker met de trein naar Amsterdam. Oké, we wilden even een fiets gaan halen, maar het lijkt hier vrij fietsloos. Ja. Yeah, we hebben het gevonden. You want to rent a bike? Ja, ik snap, ik dacht... Geef me gewoon een Nederlands fietser. of even iets ten boven. Oké. Wow, dat is een zootje OV-fiets. Ik hoop dat hij nog wel kan op mijn OV-dingen. Sorry. We zijn in Amsterdam, ja inderdaad, voor de verjaardag. En Scarlett heeft hier wat dingetjes geregeld voor mijn verjaardag. Maar... We hebben ook een paar afspraken hier. En dat zijn bij... We moeten langs 3 PR-bureaus. Waar ik nog nooit ben geweest. En voor de gemiddelde blogger, weet ik wat, is dat echt gewoon heel normaal. Maar ik voel me er een beetje awkward bij. Want ik weet niet zo goed wat ik daar dan moet doen. PR-bureaus die vertegenwoordigen dan allerlei verschillende merken. Dus daar gaan we kijken. Oké, okay, ja. Stop 1. PR bureau 1. Awkwardness 1. Ja, maar, ja. Ja. Het hoort er een beetje bij, maar ik weet al nooit zo goed wat ik daar moet doen. Hi. Hi. Zo, wij zijn bij het eerste persbureau. En we hebben nu, hoe heet het nou? Maar het staat, oh ja, het heet Ace and Tate. En Ace and Tate, ja. En het is een brillenmerk. Ja. Ik vind deze bril heel cool. En die is wel vet, hè? Ja. Het is wel een coole bril. Ja, hij is heel leuk. Oké, ik heb een nieuwe bril gevonden. Het heeft wel wat, ja. Ja, heb je iets leuks gezien? Ja, ik vind dit echt een mooie. Echt ja, het hele mooie. Zeg maar helemaal niks. Maar... Weet je het merk nog? Ja. Wat heet? Oh ja. Monique van Heist. En hier hebben we Monkey. En dat vinden wij heel leuk. Want die hebben gewoon heel veel grappige, originele dingen. Dat is wel cool, toch? Ja. Ze hebben wel een leuke tekst ook inderdaad. Ja. En dit is ook gewoon, maar dit is wel weer gewoon stijlvol en mooi. Ja, toch? En een ander favoriet merk wat we hebben. Dit is An Other Story. Ja, die is wel leuk, ja. Ja, wel cool. Ja, die schoenen zijn wel hoog, maar ze zijn wel echt heel cool. Het is echt heel schattig. Ja. Kijk, dan zijn we nu nog bij Weekday. Dat is net zoiets als Monkey, volgens mij ook van H&M. En die hebben ook wel coole dingen, een beetje aparte, toch? Zoals dit. Jurkje. Gekke dingetjes. Ah, de kleur is wel grappig, ja. Hij is wel lekker. Ja. Zo, first one check. Ging best goed, schatje. Ja. Toch? Ik ben best een beetje trots op ons. Trots op ons? Ja, toch? Nu gaan we naar de volgende. Ja. Yes? Ja. Let's hurry. En we zijn bij de volgende. En we zijn hier bij het eerste merk. En we kennen dit helemaal niet. Het heet Mila. Leuke naam trouwens. Mila. Dacht ik even. Mila vonden we leuk. Oh ja, Mila Jovovich. Ja, ja. Maar ze hebben weer hele coole dingen. Dus zoals dit rokje. Maar ook dit vond ik leuk. Jasje. En dan staat zo je adore op. Ik moet alleen naar het toilet. Nee, dat is heel raar denk ik. En hier heb ik ook nog gezegd koffie. En dan moet ik nog meer naar het toilet. Je moet echt uiterlijk om... 10 over weg. Ja, of kwart over. We hebben 1:30 een afspraak. Ja, jij niet. Oh ja, 1:30. Ik denk dat dit om 1:00. Nee, 1:30. Ja. En het is nu nog 10 minuten en dan moeten we ergens aan de andere kant van Amsterdam zijn. Ja, ik dacht heel hard fietsen. Ja, en we weten de route niet eens. We zagen hier nog een leuk iets voor in je haar. Iets voor in je haar. Haarverzorging. Wat nog gelanceerd gaat worden. Maar het zag er wel heel cool uit. Kijk, deze leuke... Een mayo-tube. Ja, we gaan echt een keer iets voor jou kopen, waardoor je gewoon je krullen kan laten staan. Deze trui is echt heel tof. En, oh ja, dat blouseje vind je leuk, hè? Ja, het is wel heel schattig, ja. Jee, alweer goed gedaan, schatje. We hebben zelfs eieren meegekregen. Bam! Oké, okay, we zijn nu bij de Halle. En we moeten nu even nadenken. We moeten ook erheen, hier naar boven, toch, Jojo? We zijn er, net op tijd, bij een presentatie. En je roze koeken staan al klaar. We zijn weer klaar, een beetje uitgelopen. Dus laat het eigenlijk 2:30. Dus we gaan even snel wat eten voordat we doorgaan. Wij hebben inmiddels eten. En we hebben falafel. En we hebben potato wedges. Hele bijzondere potato wedges. Daarom hebben ze gratis gekregen. Ja, we waren de laatste en ze zagen er niet heel perfect uit. Had je er niet betaald? Maar daar staan wij voor. Voor geen perfectie. Oh, ja. Maar ze zijn vast heel erg lekker. Dat wel, ja. Dat dan wel. Ja. En we zijn weer bij het volgende bureau.
Alsof Hallo. Je gewoon aan het winkelen bent. Alsof je gewoon aan het winkelen bent. Je neemt alleen iets mee. Dat is ook mooi. We zagen dus dat hier mijn favoriete horlogemerk van het moment is. Olivia Burton. Dus dan kan ik eindelijk even kijken hoe Kijk die is. Hoe die zit. Hoe die zit, ja. Ja. Deze zijn ook heel cool. Ik ken het merk eigenlijk helemaal niet, maar het ziet er wel mooi uit. Mijn favoriete horloges. Kijk hoe cool. Kijk, deze is echt geweldig. Kijk hoe schattig dit horloge. Het is niet alleen deze, maar bijvoorbeeld ook... deze vind ik ook echt super mooi. En hier heb je hem in paars. En echt, al die horloges zijn echt geweldig gewoon. Deze is wat groter. En, die, oh ja, en deze was ook echt geweldig. Wie kent dit en wie houdt hier ook van? Kijk hoe leuk deze ketting. Ze zwaar, je suis een rockstar. Cool. Wat ga je doen? Iets met mijn wenkbrauwen. Gaat je wenkbrauwen? Dat is perfect. Dat heb ik voor jou geregeld. Ik ben benieuwd. Je hebt echt zin in, hè? Je hebt echt zin in. Ik vind het een beetje eng. Je kijkt een beetje. Het is niet helemaal... Ik vind het een beetje creepy. Straks gaan ze weg. Komen ze eraf. Nee. Oké, nou, ze is nu aan het kijken welke wenkbrauwen, welke vorm het best past. Volgens mij, zoiets. Ik ga er helemaal wat moois van maken. Ik zal even voordoen en na. Oké, het is dus een beetje wat wil je. Oké, dit is voor. Ja, er zitten wel rare lijntjes. Dan doen we straks na. Zo, Joyce heeft zijn wenkbrauwen laten tatoeëren. Ja. Wat vinden jullie ervan? Nou, het valt nog best mee hoor. Ik heb dus een te groot gat. Ja, ja, dat hoorden ze net. Dat ze dit veel te ver weg heeft ge... Nou, dat heb ik ooit gedaan, denk ik. Maar het groeit gewoon niet meer zo. Nee. Daar ben je blij mee? Ja, super. Super, dankjewel. Ja, super. Ik geef hem maar voor. Hm? Ja, ja, zeker. Ja. Nice. Ja, het is mooi. Cool. Leuk. En we zijn bij de Bijenkorf en we hebben lekker samen een salade en pizza gehaald. Dan kan je je koffie samen eten. En na een lange, natte fietstocht zijn we bij een massagehuis. Die op dit moment eigenlijk best wel heel welkom is. Ja. We zijn nu bij de Jan Evertsenstraat bij het massagehuis. Hey, en daar nog niet dat het heb hier ik een fijne massage geregeld, Joyce. Joehoe, gewoon 50 minuten ongeveer. Oh, dat is wel lekker. Maar we zijn te laat, dus gaan we maar snel naar binnen. Want dan, anders is het misschien veel korter. Oké, Joyce, jij krijgt nu een massage. En ik zo direct ook. Het ziet er wel ontspannen uit. Volgens mij is het wel fijn. Is het fijn, Joyce? Ja? Oké, dan ga ik ook naar hiernaast, oké? Doei, tot straks. En ook ik heb het overleefd. Ik zag er een beetje tegenop, omdat ik het een beetje ongemakkelijk vind. Maar het was heel fijn. Kijk hoe leuk. Nu kom ik hier zo. Dan ga ik nog even wat thee drinken. En staat dit hele leuke kaartje er. En ik moet nog even op Joyce wachten. Maar ik zie dat wij gewoon dit hebben neergezet. Uberlief. Superleuk. Kijk, hier zie je alle massages die ze aanbieden. Ik moet een beetje zacht praten, omdat het heel zacht wordt gepraat hier. Ben je ontspannen? Hm? Ja, was het fijn? Leuk, hè? Ja, het is ook veel. Ja, hè? Dit was mijn eerste massage van een man. Sorry, lavendel. Vet lekker. Zo, wij zitten bij Café de Jaren. Ja. En wij gaan zo nog even naar Café 54. Ja. 54? Oh, wij zijn echt zo sukkels. Wij weten dat gewoon niet. Oh ja, Amsterdam. Ja, zoiets. En daar zijn, als het goed is, Bria en Chrissy. De bekende Amerikaanse YouTubers. Joyce heeft een kaart gekregen. Wow.
Wow, check hoe cool dit eruit ziet, mensen. Het is echt tering vies weer, maar dit ziet er echt zo vet uit. Ja, afsluiten van de dag. Paaseitjes. Met kokos is ook heel lekker. Ja, hè? Ik ben helemaal nat. Ik voel me echt zo vies. Wow, ja, het is echt vies net. Het ging echt heel hard regenen. Ja. Een hele afwisselende dag. Ja, hè? Ja. Ik kan in ieder geval niet zeggen dat ik heb veel. Nee. Wow. Dat was geen saaie dag. Wow, nee. Zo, ik ben even een ei aan het maken voor jou. Om mee te nemen. Dat is heel cool. Ben je moe? Ja, ik ben wel. Ja, hè? Het is een beetje fucked up. Zoveel gedaan gisteren. Gisteren, ja, dat is zo druk. We waren gisteren de hele dag niet thuis. En die waren er bloemen bezorgd. Hi. Wow. Zo. Nou. Pakketje. Pasta. Laat zien. Woe. En je krijgt er zelfs eieren bij. Ta-da-da-da. Ja, dat is mooi, want die konden we goed gebruiken, nieuwe bloemen, want die zijn echt helemaal verlept. Nice. Zo, vrijdagochtend. We hebben gisteren echt geen drol gefilmd. Maar het was gewoon niet de dag om te filmen. Oké, hurry. Ik ben inmiddels boodschappen doen. Het is bijna 7 uur, dus ik moet haasten, want de winkels gaan dicht. En ja, het is voor familie die morgen komt en overmorgen komt. Het was eigenlijk €91, maar er ging gelukkig een shitload aan bonus af. En toen bleef er over €79. Ben ik! Ja, hoeveel kosten de boodschappen? Volgens mij zag ik een bonnetje. €79. Ja. En dan moeten we nog taart kopen. En we moeten ook nog, ja, we moeten eigenlijk denk ik ook nog wat dingen kopen voor als je moeder komt. Waarom vier ik ook alweer geen verjaardag? Ja, het is best wel prijzig, hè? Duur is dat dan, hè? Ja, we hebben vast veel te veel, maar toch. Ja, anders heb je te weinig. Ja. We hebben denk ik maar één dag echt uitgebreid gefilmd, voor de rest niet. Chaotische week, zo voelt het. Ja. Ik heb vandaag een best wel persoonlijke blog online gezet. Ja, dat klopt. Wat vind je daarvan? Nou, vind ik wel stoer. En wij liggen al in bed. Dat is best lekker. Ik ben moe. Maar we kijken nog een stukje van de serie Break Free. Over mensen die in het buitenland zijn omgekomen ofzo. Tada, daar ben ik weer. Ik lag al in bed en eigenlijk had ik gewoon gelijk moeten afsluiten. Maar dat heb ik niet gedaan. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga afsluiten. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog. En abonneer ook op onze andere kanalen. Instagram, shit. Geen andere YouTube kanalen. Je snapt het wel. En tot de volgende keer. Duimpje omhoog. Doeg.